Ja, dank u wel. Ik wilde een interruptie doen en ik vond me ineens helemaal eens met de woorden van de heer Brekelmans over het, het kijken naar die Russische tegoeden. Dus dat is heel interessant en ik ben daar ook heel benieuwd naar het antwoord van de minister. Maar ik wilde even terug. Ik heb heel goed geluisterd naar het betoog van de heer Brekelmans en u heeft het over vier pijlers voor veiligheid. En dat is ook heel nodig, want het wordt er niet veiliger op met al die oorlogen in Europa. Maar wat ik u niet heb horen zeggen als oplossing voor die onveiligheid is een pad naar vrede, dus het pad van de diplomatie. En ik vroeg mij af hoe de VVD daarnaar kijkt. De heer Brekelmans. Nou, natuurlijk is diplomatie, dat is de core business van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En op het moment dat het mogelijk is om een diplomatieke oplossing te bereiken, dan ben ik daar natuurlijk altijd voorstander van. Alleen ik ben ervan overtuigd en ik heb daarom in het begin ook die internationale dreigingen duidelijk geschetst, dat alleen een uitgestoken hand naar regimes als die van Poetin in Rusland en in Iran, ja, dat niet genoeg is. En dat daar ook militaire druk bij hoort. Dat daar ook bij hoort dat we zelf weerbaar zijn tegen de druk die zij uitoefenen. Dat we er ook voor zorgen dat de instrumenten die we hebben, zoals onze sancties en terreurlijsten, dat we die scherp kunnen inzetten. Ik denk als wij die middelen ook op tafel kunnen leggen, dat dat nodig is om met dit soort agressieve regimes om tot een eventuele oplossing te komen. En alleen zeggen van nou, met onze handen op de rug komen wij aan tafel zitten, dan ben ik bang dat je een klap in je gezicht krijgt. Mevrouw Dobben. Dank u wel. Ik ben eigenlijk wel blij om dat te horen. Maar het tegenovergestelde is nu wel wat hier gebeurt. Dus het is niet dat wij zeggen we gaan met de handen op de rug aan tafel zitten. Nee, het is nu, het debat verengt zich heel erg tot meer wapens. Dat is tenminste wat mij opviel, ook in het debat van vorige week en ook tot nu toe in het debat van vandaag. Meer wapens. Maar oneindig veel wapens gaat niet automatisch leiden tot een pad naar vrede. Gaat niet automatisch leiden tot dat er onderhandelingen tot stand komen en een einde komt aan het bloedvergieten. En wij denken wel dat dat pad tot nu toe heel erg onduidelijk is. En ik ben dus ook heel benieuwd hoe de VVD dat ziet. Want welke inspanningen ziet de VVD dan op dat vlak? Want wij zien ze onvoldoende. En het is wel ontzettend van belang dat er een pad is naar vrede om het bloedvergieten te stoppen. En het kan niet alleen maar wapens zijn. Ja, Brekelmans. Ja, kijk, laten we dan even het voorbeeld van Rusland en Oekraïne nemen. Ik denk dat het meest hetgene is waar de SP ook het meest op doelt. Kijk, er is natuurlijk eindeloos met Poetin gesproken. Er is na 2014 zijn de Minsk-akkoorden gesproken en is er jarenlang met Poetin aan tafel gezeten. We herinneren ons allemaal denk ik nog exact 2 jaar geleden, vlak voor de invasie, dat regeringsleiders als Macron aan die lange tafel zaten om het op het allerlaatste moment te proberen om Poetin ervan te weerhouden om Oekraïne binnen te vallen. Hem allerlei comfort te geven dat de NAVO er niet op gericht is om Rusland te bedreigen. En Poetin heeft toch gezegd zonder enige aanleiding, ik val binnen. Daarna zijn er ook nog allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de graancorridor heeft Oekraïne dat gedaan. Rusland houdt zich niet aan die afspraken. We zien op dit moment dat wanneer Rusland het gevoel heeft militair sterk te staan of bereid is of denkt nog verdere voortgang op het slagveld te kunnen bereiken, dat ze tot geen enkel compromis bereid zijn. Of dat ze dan zeggen, ja, Oekraïne moet eerst bepaald grondgebied opgeven en dan pas zijn we bereid om te praten. Ja, ik vind als er geen enkele concrete aanknopingspunt is voor een gesprek, of je alleen maar een gesprek met Poetin kunt voeren als je concessies vooraf doet die onacceptabel zijn, ja, dan vind ik dat je daar gewoon helder over moet zijn. En niet net doen alsof er een diplomatieke oplossing is die er op dit moment in werkelijkheid niet is. En laten we in ieder geval zorgen dat Oekraïne op het slagveld zo sterk mogelijk staat. Want als er dan ooit een moment komt om wel tot een diplomatieke oplossing te komen, dan is die in het voordeel van Oekraïne en niet in het voordeel van Rusland. Uw laatste interruptie, mevrouw Dok. De allerlaatste, voorzitter? De allerlaatste. Nou, dan bij deze de eer aan de heer Brekelmans. Want dit is wel een kernpunt en dit is voor ons wel heel erg belangrijk. En het feit dat het lastig is, ontslaat ons natuurlijk niet van de plicht om daar wel, ook nu, in deze fase van de oorlog, op te blijven inzetten. Want zonder dat wij daarop inzetten en zonder dat wij daarop aandringen, zal dat niet vanzelf gaan. Met het alleen sturen van wapens zal dat niet vanzelf gaan. Een oorlog is natuurlijk niet tussen vrienden. Oorlog is altijd tussen mensen die, tussen vijanden. En dat gaat gewoon niet goed. En tussen mensen zoals Poetin, die potentaten die denken dat ze dit zonder enig mandaat kunnen doen. Dat is allemaal waar. Maar het ontslaat ons niet van de plicht om dat te doen. En op dit moment hoor ik de VVD wel zeggen, we hebben het in het verleden gedaan, we hebben het geprobeerd, het is niet gelukt. Maar ik wil de VVD wel vragen, wat gaan we dan nu doen om te zorgen dat dat pad bewandeld blijft en dat er vrede komt?
Heer Brekelmans. Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Kijk, de suggestie wordt nu gewekt alsof er helemaal geen diplomatie plaatsvindt. Kijk, Zelensky heeft een 10-punten vredesplan gepresenteerd, wat hem betreft de kernpunten moeten zijn voor een toekomstig vredesakkoord. Daar is Nederland ook heel actief bij betrokken. Daar wordt geprobeerd om eigenlijk met de internationale gemeenschap om steeds meer landen één voor één achter dat 10-puntenplan te krijgen in de hele wereld. En op die manier ook zeg maar, de druk richting Rusland uit te breiden om zich bij dat soort principes aan te sluiten.